Alles is kapot. Negen flessen in de hoek. Vrienden... Roxanne Hazes stapt de laatste jaren uit de voetsporen van haar vader. En trekt met eigen muziek uitverkochte zalen. Als ambassadeur van de vrijheid leest ze het boek over de oorlogsherinneringen van Salo Müller. Als 6-jarige jongen wordt hij samen met anderen na een razzia naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Ik werd naar beneden gedragen en achter in een wachtende vrachtauto gegooid. Ze brachten ons naar een grote zaal en daar zag ik ze. Eindelijk, mijn papa en mama. Hoog en onbereikbaar boven mij. Ze stonden op het toneel, tussen de koffers en bundels met dekens. Veel mensen huilden. Ik spurte naar het toneel en wilde erop klimmen. Maar een soldaat hield me tegen. Ik verstond zijn geschreeuw niet. Maar hij verhinderde dat ik naar mijn ouders mocht. Die zwaaide wel steeds naar mij en wierp me zelfs een kushandje toe. En toen begon ik te gillen. Mijn gegil klonk zo snerpend en indringend dat iedereen in de grote zaal verstomde. Ik bleef schreeuwen naar mijn vader en moeder, maar die konden niets doen. Een vreemde man trok me weg, haalde me bij het toneel vandaan. Wanhopig spartelde ik tegen. Een laatste blik van mijn vader en mijn moeder. Ik heb mijn papa en mama nooit meer teruggezien. Ja, dit stukje komt extra binnen omdat ik zelf moeder ben. En ondanks dat mijn gezin en ik gelukkig in vrijheid mogen leven, zie ik wel voor me hoe ik op dat toneel sta en mijn zoon uit mijn ogen zie verdwijnen en hem nooit meer terug zie. Roxanne gaat in gesprek met de schrijver van het boek, de 84-jarige Salo Müller. Hoi, ik ben Roxanne en dit is mijn verloofde Erik. Vanwege de coronamaatregelen voeren we het gesprek online. Salo, hoe is het met u? Hoe beleeft u deze tijd? Dat mag ook jij zeggen hoor. Dat is leuk. Dankjewel. Ik zit al 3,5 weken met mijn vrouw in een soort quarantaine. En ik schrijf, ben weer met een boek bezig, maar... Okay. Ja, ik vind het natuurlijk heel vervelend, want ik kan niet weg. En mijn dochter, die doet de boodschappen en dan zet ze in de lift. En dan drukt ze op 3 en haal ik ze hierboven uit. Salo gebruikt zijn verhaal ook om op scholen in lesvorm met de jeugd hierover in gesprek te gaan. Ja. Toen ik dus pas begon, misschien 1 jaar of 12 geleden, toen schoot ik vaak voor. Hè? Toen vertelde ik bepaalde passages en dan ging ik erbij nadenken. En schoot ik regelmatig vol. Ja. Ja, dat was natuurlijk een beetje vervelend voor die kinderen. Want die gingen vaak ook huilen. Vooral als het groep 7 en 8 was. Maar ja, hoe vaker ik het verteld heb. En ook dat boek toen heb ik geschreven. Ja, dan wordt het een soort, hoe gek het ook klinkt, een soort automatisme. Ja, dat vind ik ook zo bijzonder. Want een hoop mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Die zijn het weg gaan stoppen. Er zijn een hoop mensen die er nooit meer over willen praten. Je bent gaan lezen, gaan schrijven, les gaan geven. Hoe wist je zo zeker dat dit voor jou de manier was om dit te verwerken? Mijn moeder, mijn tweede moeder, mijn tante, die kon daar niet over praten. Ze was wel altijd erg verdrietig. En ze heeft er nooit over gesproken. Tot wij een brief kregen van het Rode Kruis, en die was aan mij gericht. Dus ik maakte hem open. En daar stond in, hierbij delen we mede, dat Louis Müller en Lena Müller-Blitz in Auschwitz overleden zijn. Dat vond ik zo'n krankzinnige zin, maar ze waren gewoon vermoord. Hè? Ja. Ze waren vergast. Dus, en toen was ik daar zo van geschrokken. En toen zei dus mijn tante, nou ja, ik ga het je wel vertellen. En het is door met mijn moeder te gaan praten, is het een verhaal geworden. Zo leert Salo via zijn tante zijn eigen verhaal kennen. Een verhaal over verlies, onderduiken en alles wat daarna volgt. Ik kan me ook voorstellen dat er dan heel veel naar boven komt wat allang heel diep weggestopt was. Ja. Gaat er wel eens een dag voorbij dat u niet aan de oorlog denkt? Laat ik het zo zeggen. Er is elke dag een goede vraag. Elke dag wel een moment dat ik even aan mijn vader en moeder moet denken. Ja.
mijn kleindochter, die zegt bijvoorbeeld, ach opa, wat voor haar had jouw moeder? Wat voor kleur? Ja, het zijn hele gewone vragen die elk kind wel eens vraagt. Maar bij mij komt dat iets zwaarder binnen. Ja, ik herken dat wel, want ik ben op mijn 11e dan mijn vader verloren. En nu ik moeder ben en ooit ga trouwen, zijn dat wel momenten waarbij ik denk, ja, daar moet ik wel mijn vader bij missen. En dat de ene dag is dat net iets zwaarder dan de andere dag. Maar ik merk ook hoe ouder ik word, hoe meer ik daarmee bezig ben. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, ja. Salo denkt vaak aan zijn geschiedenis. Met Roxanne deelt hij ook de liefde voor muziek. Jazz bij een vrolijke bui. En als hij zich minder voelt, vindt hij troost bij klassieke stukken van Beethoven. Toen ik in de Molenbeekstraat woonde, en toen was ik in het begin, toen ik 6 jaar was, toen kwam mijn vader, die kwam elke dag om 6 uur de straat in. En dan had hij een fluitje en dat floot hij. En dan wist ik dat hij eraan kwam. Rende ik naar het raam, mijn moeder tilde me op. En dan timmerde ik op het raam. En dan zag ik mijn vader aankomen en dan zwaaiden we naar elkaar. Dat is zo'n geweldige, mooie, dierbare herinnering, dat moment. Wat is de pijn? Ik heb vreselijke dromen gehad, maar die dromen die waren dan vaak tussen waken en slapen. Dat ik zo kwaad was dat ik dus naar Duitsland ging, dat ik allerlei mensen vermoordde. Dat heb ik helemaal gehad na de oorlog. Was ik echt heel kwaadaardig. Ja. Ben je dat inmiddels kwijt nu? Oké. Ja. Ja, er zijn zoveel dingen. Een stom voorbeeld. Dan zie ik bijvoorbeeld kinderen nu op straat staan en naar boven roepen. Dag oma, ik vind het zo jammer dat ik niet bij je kan komen. En dan schiet ik vol. Dan vereenzelf ik me daar zelf mee. Dat raakt me dan. Ja, dat herken ik ook zo. Toen ik hoogzwanger was, mocht ik kleine jongen zingen in de Ziggo Dome. En nou, dat was zoiets bijzonders. Ik wist, ik word straks moeder van een jongetje. En dit gaat over mijn kind. Ja, dat is ontzettend bijzonder. Ja. Zou ik nog iets mogen voorlezen? Ja, natuurlijk. Dit is een gedicht wat je hebt geschreven en dat vond ik ontzettend mooi. Ze stonden daar met opgeheven armen, 20 op een rij. Ze dachten aan niets meer. Ze konden niet langer. Ze wisten zelfs niets meer. Dat voor hun ogen hun vrouwen verkracht waren en hun kinderen, hun bloedeigen kinderen, gewurgd met hun eigen kleertjes. Nee, ze stonden alleen, verkleumd, uitgemergeld. Het kon hen niet schelen. Als zij die verschrikkelijke folteringen maar niet weer moeten ondergaan. Zelfs hun urine zag rood. Wie waren dé mensen die je dit aandeden? Maar ook hieraan konden ze niet meer denken, want met een doffe klap vielen allen in de vers gegraven kuil. En alleen aan de stuiptrekkingen konden de nazi-mannen nog zien dat deze schepsels ook eens geleefd hadden. Salo, wat ongelooflijk mooi en wat ben je goed met tekst. En daar komt meteen mijn vraag daarachteraan. Er komt straks een moment dat de overlevers van de Tweede Wereldoorlog hun verhaal niet meer kunnen navertellen. En, ja, dat komt. En dan is het. En er komt straks ook een moment dat ik mijn zoon graag wil vertellen wat belangrijk is. Wat wil je dat ik hem vertel? Ten eerste moet je ze leren wat goed en kwaad is. Dat er dus mensen zijn geweest die andere mensen, terwijl ze niets hebben gedaan, vermoord hebben of laten vermoorden. En dan denk ik, hoe kan het zijn dat je dat laat gebeuren? Ja. Ik vind dat je de geschiedenis
en vooral van de Tweede Wereldoorlog in dit geval, nooit mag overslaan. Ik hoop dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen later mijn verhaal door gaan vertellen. We hadden een opa en wat denk je en zo. Dat hoop ik dan. Nou, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. En ik denk dat we die taak serieus moeten nemen. Ik vind het heel fijn dat je er zo over denkt. Opdat we nooit vergeten. Opdat we nooit vergeten. Zo is het. Dankjewel. Als ik nu bij je was geweest, had ik je een knuffel gegeven. Nou, ik... heel erg graag. Had gemogen, hè? Absoluut, zeker weten. Okay. Dankjewel, bye bye. Doeg. Doeg. Nou, was bijzonder, schat. Nou, wat ik heel erg bijzonder vond, is dat ik zat met een hele liefdevolle, warme man te praten. Met een heel warm hart. En ik had me zo... Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat zo'n jeugd je ook verbitterd maakt. Dat je haat naar een bepaalde bevolkingsgroep groot is. Daar is absoluut geen sprake van. Ik zit met een hele liefdevolle man te praten. En als we dan allemaal iets van Salo kunnen leren, is dat als je liefdevol met je medemens omgaat en elkaar respecteert en accepteert om wie ze zijn, dat de wereld dan er een stukje mooier uitziet.